Yo boys, top dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floris aan. Vandaag zitten we weer op Call of Duty Black Ops 4. Kunnen zien, zitten we weer op Call of Duty Black Ops 4 en we gaan de Ruin kiezen, jongens. Deze specialist, ouwe, ik weet niet wat ik hiermee heb, jongens, maar dit vind ik echt een zo chille specialist, ouwe. Kijk, hij, ja, je hebt die grappler, ouwe. Je verplaatst jezelf zo moken snel door die map heen. Maar jongens, als jullie deze video leuk vinden van de Call of Duty Black Ops 4, laat sowieso eventjes een like achter, zou super doof zijn natuurlijk. En dan gaan we gewoon even lekker potje knallen, gewoon, ja, dat doen we op Black Ops 4, weet je wel. Dus ik heb vandaag de Rampart aanstaan, daar heb ik goud gehaald met de Slimshot en Scavenger voor als we ammo kwijtraken en lightweight, dat we gewoon lekker hard kunnen rennen. Waardoor we gewoon lekker door de map heen kunnen bewegen. En ja, en wat attachments erop staan natuurlijk. Dus jongens, ik hoop dat jullie dit leuk gaan vinden. Ik ga het zien, jongens. Kijken of we eventjes een lekker potje kunnen neerzetten. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik ga eens even... Oh shit. Hi. Oh shit, gek. Oh shit, gek. Hij is dus niet zo goed in hipfire. Dat had ik eigenlijk wel gehoopt dat hij eventjes misschien daar een klein beetje kon hipfire. Maar hij schoot liet je het helemaal niks raken. Shit, gek. Oh mijn god. Ja, ik... Dan lacht hij. Oh shit, gek. Ja, er staan er gelijk twee, gek. Ja, gewoon... Ah! Oh ja, daar word ik nog even random headshot. Oké, let's go. Dat waren gelijk al de eerste fights. Let's go. Maar dit is de eerste keer dat we Call of Duty spelen. En gelijk opnemen. Eigenlijk ook gelijk opnemen, jongen. Ik heb een spraak, jongen. Waar je denkt zo van, nou. Maar in ieder geval. Waar kom jij nou vandaan? Waar kom jij nou vandaan? Nou, in ieder geval, dit is de eerste video die we op Black Ops 4 opnemen. Dus we moeten dit potje natuurlijk sowieso wel even winnen. We staan al keihard achter. Dus ik zit alweer met teammates waar je deze van, nou, daar word je alweer vrolijk van. ja, dat is eigenlijk helemaal niet, weet je wel. Dus, nou, dat is weer helemaal kak natuurlijk. We klimmen deze muur op en dan komen we... Dan zien we al de eerste gozer staan natuurlijk. We zijn op prestige 1, in ieder geval. Jezus, zee, gek. Ja, we zijn natuurlijk in een... Ik sta natuurlijk in een span. Ja, ik dacht, ik blijf hier heel even op deze trap staan. Die trap, dat vond ik toch even leuk. Nee, maar we zaten dus net in hun span. En dan zit er natuurlijk weer zo'n taffe strip, man. Ja, het is ook weer niet te... Jongen. Echt. Mens, jongen. Jij hebt er zin in. Dat ze... Ja, ouwe. Op wie moet ik nou gaan letten, weet je? Oké, vertaan. Ik heb geen idee wat ik daar... Oké, daar poest ik even iets start. Oké, dat is naar. We staan 22-24. Dus we staan achter. We staan 22 en nou 24. Maar we hebben op zich redelijk de comeback gemaakt. Dus als wij even hier nou niet doodgaan. En even hier nog een kill kunnen pakken. Of ergens anders. In ieder geval. Hier zo, binnenkort. Even snel een kill pakken, Floris. Oké, ik ga nu helemaal om naar hun span in ieder geval. Dat is eigenlijk aan de ene kant, ja... Niet heel slim. En dan gaan we hier ook dood. Ja, dan gaan we hier ook heel... Oh, hij heeft al goud. Oké. Dan ben je het gelijk al tryhardest, jongen, in de game. Nee, ja. Ja, ik ben nog niet zo ver level. Jij bent scheef, hozen. Hij wist niet... Hij wist niet op wie die moest schieten. Hij wist nog niet op wie die moest schieten daar. En ik zit hier even in een triple kill, gek. Dat is niet normaal. Bijna. Ouwe, waar kom... Ik moet hier weg. Wat gebeurt hier? Nu rechts. Links nog. Wauw, nog steeds is er die ingang. Ik dacht dat het daar wel een beetje voorbij was. Oké, daar zat ik echt even klem. Daar zat ik echt klem. Dat is even onzuiver. Teammate, je staat legit daar. Ik weet niet wat hier gebeurt. Ik dacht achter me. Jongens, even door. Onzuiver. Ik heb een specialist in ieder geval, zoals je kunt zien, het middelste dingetje. Oh, dan zijn we getaserd. Oh my, wat een kerel is dat, zeg. Wat een kerel is dat. Dat hadden we daar even niet moeten gebruiken, maar we hebben in ieder geval onze specialist, dus die gaan we nou inzetten. Maakt niet uit als we doodgaan, gewoon. Moeten we eerst wel even... Wacht, ik ga hier gewoon naar binnen. Ah, lakber! Kak! Oké, ik dacht van, nou, misschien gaat het leuk uitpakken. En nee. Ja, nou, redelijk. Oké, we hebben in ieder geval één kill ermee gemaakt. Dat is sowieso al beter. Kijk, dit ding, jongen. Wacht, ik wil jullie zo meteen. Voor dat potje. Ik hoop dat hij nog niet af is gelopen. Dan wil ik je nog iets leuks laten zien. Met die grappler. Zo, daar let ik even niet op. Daar ik keek even naar mijn grappler. Ik wil eventjes hierin. Zo, we zijn nou in het midden.
We komen naar het midden, maar kijk, let op jongens. Als je de Ruin aan hebt, kijk, en dan moet je, kijk. En dan als de Enemy City het aan hebt, door weten, kijk, kan je in één keer een paar kills pakken, weet je wel. Je komt daar in één keer, weet je wel. Dus je kan dat middenstuk in één keer gewoon skippen, weet je wel. Dus je kan met de Ruin gewoon, als je daar door de raampje staat, je kan hem vast pakken. En daar word je even zwaar geneukt door 3 man. Dan kan je daar gewoon keihard gelijk naar de enemy spam door de deur. En dan, ik heb daar een kill gepakt, what the fuck. Lag teammate bro, lag ouwe. Maar dus kan je gewoon hier zo gelijk erheen. Ik doe het nou nog eventjes, omdat wat je... Op dit moment is het nu wel handig. En dan kijk, dan moet je gelijk opletten op de linkerkant. Maar op 3, 2, 1, komen teammates aan. Fuck. Ik dacht dat er mensen aankwamen, of enemies. Oké, in ieder geval dat niet. Maar ja, pakken dit potje niet. Dat vind ik jammer. Want nou, namelijk, ik ging niet zo... Ik ging op zich redelijk. Ik ga 23 op 13. Op zich een redelijk scoren als we net zijn begonnen. Dit zijn wij jongens. Dit zijn wij. Het eerste videootje en we zetten gelijk de gun. Kijk, ik wist niet wat die... ja, de kill game eigenlijk. Of de mooiste kills. Ik wist legit niet wat hier gebeurde, legit. Ik zat hier te denken zo van, oké, wat moet ik doen, kijk naar links, moet ik naar links, rechts kijken. Maar jongens, als jullie deze video leuk vonden van Black Ops 4, laat het zo eventjes achter. Dit was even een TDM potje, dus ik hoop dat jullie het genoten hebben van deze video. Als je, deze week komen er nog één video online, dus donderdag denk ik dat er weer een video online komt. Het is nou maandag, dus ik hoop dat jullie allemaal een fijne maandag hebben gehad. Maandag is eigenlijk helemaal niemand, heeft niemand zin in die dag eigenlijk, want het begint de week natuurlijk weer. Maar jongens, ik hoop dat jullie weer hebben kunnen opvrolijken of gewoon weer dat jullie even kunnen kijken naar een video van mij. Dus jongens, tot de volgende keer bij de volgende video. Dat is op donderdag van weer een Call of Duty video. Dus als jullie hebben genoten, geef eventjes een like en dan zie ik jullie de volgende keer weer bij de volgende video, boys. Tot de volgende keer. Later.